Stuy. Ja, dag meneer Van Stuy. Praat met Ali Shram uit Arnhem. Met wie zegt u? Met Ali Shram uit Arnhem. Ja? U heeft te koop een draaibank. Je belt voor die draaibank? Draaibank, ja. Welke? Ja, het maakt niet uit. Wat kan u vragen? Ja, ik heb er een paar op het internet staan. Dat kan best hoor, maar ik zoek zeg maar gewoon 3 persoons. Want ik heb, kijk, normaal gesproken, ik denk het is handig, want ja, ik heb gewoon stoel, maar normaal gesproken wist je natuurlijk met je 3 tv kijken. Ik denk het is handig, kan ik draaien, die hele zooi, kan ik ook pc bedienen, weet u? Ja, dan moet ik die computer ook aan de gang, hè? Ja. Begrijpt u? Nee, begrijp ik niet. Mag je nou langzaam praten, of staan ik je beter? Langzaam praten. Je hebt het over een computer. Ja, een televisie. Ja. En die combinatie daarvan, gebruik maken, wil ik oplossen door uw draaibank aan te schaffen. Nou, dus je moet een draaibank hebben die door de computer gestuurd is. Nou, die is een beetje overdreven. Ja. Nee, ik gewoon dat ik die kan neerzetten in die kamer. Ja. En dat we gewoon kunnen plaatsnemen. Ja. En dat we zowel kunnen televisie kijken als we gebruik maken van die computer. Ja. Nou ja, is dat mogelijk, denkt u, of kan niet? Ik heb een draaibank staan, ja. Ja, daarom. Hoeveel graden draait die? Hoeveel graden? Ja, hoeveel graden? Nou, dat weet ik niet. Ja, maar die moet ik wel weten, want ongeveer, als ik zit voor de televisie, ja. Dan mijn computer is ongeveer, zeg maar, nou, zeg maar 95, misschien 100 graden verder. Dus kan die hoek maken? Kan die draaien zo? Zegt dat? Of niet? Ja, dat begrijp ik niet. Nou. Ja, je kan er asjes op draaien en wielen. Asjes draaien? Ja. Gasjes draaien. En wielen en busjes. Oh, die is op wieltjes. Ja, dat kan je ermee draaien. Ja, precies. Nou, maar die bedoel ik ook, hè. Dat die bank gewoon kan lekker draaien. Kan ik zetten in die kamer, kunnen we gaan zitten. Kunnen we samen een filmpje kijken of goede tijden, slechte tijden. Of onderweg naar morgen. Ja. Zeg maar die dingen. En als ik dan heb zin, ik draai die bank en dan ik kan die computer gebruiken. Ja. Maar hoeveel personen kan ik op die bank zitten dan? Huh? Is die 2 persoons of 3 persoons? Ja, 1 persoons. Het is 1 persoons? Ja, het is een draaibank. Maar die is dan een stoel? Nee, die is geen stoel. Ja, die is toch niet... Als ik zit alleen, dan ik zit op stoel. Nee, die is een draaibank. Ja, maar ik begrijp er niks van. Ja. Ik zoek zeg maar een lange stoel. Nee, die heb ik niet. Een lange stoel, die noem je bank. Je hebt 2 persoons, 3 persoons. Gaat u nooit naar Meubel Boulevard of zo? Nee, die heb ik niet. Ik denk dat je verkeerd bent. Ik begrijp er niks van. Nee, u heeft de kop die draaibank, dus ik vraag aan u, ik wil graag die bank om mee te draaien in de kamer. Ja. Begrijpt u? Ja, maar ik heb geen stoel. Nee, een bank. Een bank. Ja. Ja, die kan draaien. Ja. Ja, daarom. Ik zeg de hele tijd. Kijk, maar jij bedoelt een bank, een meubel. Ja, huh? Meubel. Ja, precies. Ja, ja dit is het. Nee, dat is het niet. Ik vind het jammer, echt waar. Nou, dan toch maar, dan. Ja, die is kwestie van keuze maken. Of televisie of computer, die blijft gewoon hetzelfde. Ja, waar bel je vandaan? Ja, gewoon Arnhem. Oh, ja, ik zit in Arnhem. Nou, die lijkt wel op elkaar. Toch is weer het van verschil. Ja, heel eind. Ja, toch wel. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dan helaas. Succes. Tot ziens, dag meneer. Ja, dag.